Ik ga mijn leven 1 week laten bepalen door mijn eigen robot. En dat doe ik in samenwerking met AirUp. Als een robot bepaalt wat voor tatoeage ik moet nemen, waar komt hij dan mee? Waarom doe ik dit? Of kan een robot een romantisch avondje met mijn vriendin regelen? Ik moet puzzelstukjes zoeken. Maar laten we eerst even simpel beginnen. Daarom vroeg ik mijn robot... I want to do something special for my neighbors today. What if you give each of your neighbors a plan? Oh ja, trouwens, maak kennis met Kelly. Kelly is mijn eigen AI-robot. Hij gaat dus bepalen wat ik deze week moet doen. Perfect idee. Oké, aan de slag. Kelly had trouwens ook gewoon een winkel voorgesteld. Go to Wilderness, bro. It's awesome. Dus daar ging ik. Alright, ik ben onderweg. Mijn verstand staat op nul. Ik heb in mijn navigatie gewoon Wilderness gezet. En daar rijd ik nu naartoe. Ik hoef gewoon niet na te denken. Vandaag moet ik dus een goede buurman zijn. Maar de rest van de week heb ik andere opdrachten. Zoals het zijn van een goed vriendje. Ik wil niet meer zo op het internet staan. Het zijn van een goede baas. Ik vind het echt leuk. I love a spiritual. Of het zijn van een goede zoon. Maar hartstikke handig. Maar dat komt later. Dus blijf kijken. Het voelt als een soort van gekke speurtocht, weet je wel. Ik vroeg Kelly nog even om een leuk briefje te bedenken voor bij de plant. Ja, een mooie handschrift krijg je er niet gratis bij. Daar ging ik. Op naar de buren. Nou, we gaan het zien. Hey, Vinny. Hey, mooi boy. Dankjewel, man. Ik heb een cadeautje voor je. Ja, zo lief. Hey, buurvrouw. Wat is dit? Kroosje. Hey. Wat is dit? Hey buren, als jullie hulp nodig hebben, aarzel dan niet om te vragen. Ik ben er graag voor jullie. Vind je het een mooie plant? Gewoon zoals een plant eruit hoort te zien. Wil je me uitleggen wat een plant is? Mooi, dankjewel, dankjewel. Yeah. Nou, thanks man. Kom eens even hier, jongen. Lekker man, missie geslaagd. Eens kijken wat deze robot allemaal nog meer kan. Ik wil niet alleen een goede buurman zijn, ik wil ook een goede zoon zijn. Ik breng mijn familie eigenlijk nooit in beeld. Maar ik wil toch iets doen voor... Mijn ouders. Hi Kelly, good morning. Give me something I can give my parents for thanking them. What if you made them your own photo calendar? Kelly's idee was om een hele kalender voor mijn ouders te maken. Met foto's van mij op het platteland met een soort boerderij koeien thema. Dit is best wel een goed idee. En dus had ik 1 dag om alles te regelen. Zoals een fotograaf, een boerderij, belichting, een koeienpak, vervoer en... Grapje, ik ga gewoon alles door AI laten maken. Grass field. Oké, nou, daar is hij. Farm landscape. Nou, perfect. Kan nog kiezen. Deze vind ik het mooiste. Oké, ik zweer het je. Zonder AI had dit letterlijk dagen geduurd. Deze technologie is lekker, man. Ik voel me een soort halve god. En zo regel je dat. Anno 2023. Ik moet er nog 11, dus ik ga even aan de bak. Daar gaan we. Hey, bal. Nee, ik ben niet echt druk, nee. Artificial intelligence. Snorkel. Kijk maar gaan. Met een paar drukken op de knop, 12 knallers gemaakt. Deze kalender wordt absurd. Ik ga er meteen even in elkaar flansen en dan mag je met de post naar mijn ouders. Oh, wacht even jongens. Mijn moeder belt. Hallo? Heb je mijn mooie cadeau niet gekregen? Een kalender bedoel je? Ja. Ik heb staan. Maar hartstikke handig. Deze heb ik kriklam. Ken jij dit? Ja. Vanmiddag, die andere van mij die echt... Ja, ze vond de staafmixer die mijn broer cadeau had gedaan toch wat interessanter. Ik geef de 5. Gelukkig is Kelly wel heel goed in mensen opvrolijken. Good morning, Kelly. Tell me a funny joke. What is rot and slecht voor je tanden en backstain? Let's get back to business. I want to do something special for my girlfriend. Can you tell me what I have to do to be the best boyfriend in the world? How about you create a DIY escape room for her? Dit is een top idee. Een DIY escape room. Alright, Kelly, great idea. Can you help me with the contents of the DIY escape room? I suggest you give it a theme. Have her play a time traveler who's looking for a lost treasure in your house. Kelly begon de hele escape room uit te schrijven. Wauw, ik ben echt gewoon ondersteboven. Ik wist wat AI ongeveer kon, maar als je het dan zelf aan het doen bent, ik hoef gewoon niet na te denken. Nou, ik ga mijn eigen escape room maar even bouwen dan vandaag. Date night. Ik moet eerst even iets opbiechten. Oh. Ik moest natuurlijk even uit huis en ik heb rosé bij mezelf gedronken. Maar ik hoop niet dat ik te veel hoef na te denken. Nou, dat weet ik nog niet. Het is een verrassing. Doe even je ogen dicht. Kel, ik ben er echt te oud voor. Je bent een beroemde tijdreiziger. Nee, ik wil niet meer zo op het internet staan. Ik ben hier zo klaar Luister mee. Luister even naar me. Je bent op zoek naar de tijdreiziger, schat. In deze kamer of door het hele huis? Door het hele huis. Maar date night doe je toch iets samen? Dan moet ik het alleen doen. Ja, ik help je een beetje. Wat zie je om je heen? Zooi. En ik zie een kluis. Oké. Okay. En daar zit die sleutel in, dus ik heb een code nodig voor die kluis. Het begin van de liefde was... 2710! Dat is onze verkeringsdatum. Ach, wat leuk. Een puzzelstukje van onze verloving. Ik moet puzzelstukjes zoeken. Oh, ik zie één. Nog één. Dat is tot nu toe echt al succes, deze date night. Ik denk dat het vanavond spannend gaat worden. Dat denk ik niet.
Bokshandschoenen. Is dat de sleutel tot deze deur? Dat is de sleutel tot die deur. Oké. Okay. Doe even alsof die erin moet. Ik heb hem. Waar ben ik nou op zoek? Time travel treasure. Je bent de enige hoop. We zoeken naar letters. Twee i's. Als jij hier een woord van kan maken. Ja. Mag ik dan even bij de tafel zitten? Oh, ik weet het al. Italië. Italië met een A? Oh. Italië! De time travel treasure wacht op je. Oh mijn god, ik ben speciaal. You found the time travel treasure. God, ik heb het super leuk gehad. Maar ik zag het niet echt als een date night. Hallo, ik heb dat voor je geregeld. Een escape room voor je gefixt. Nou, cheers dan, hè. Proost, hé. Geslaagd. Missie geslaagd. Oh ja, trouwens. Mijn werk bestaat natuurlijk uit fulltime influencer. Als influencer heb je natuurlijk sponsors bij je video's. En in deze video is dat Erp. Even deze pot erop knallen. Peren. Normaal gesproken leg ik dan op dit moment uit wat Erp is en zo. Maar dat gaan we vandaag even anders aanpakken, want ik mag niet nadenken. Hi Kelly, good morning. How can I integrate Erp in the most authentic way in my YouTube video? How about a quick ad segment? I'll write you an AirUp commercial right now. All you have to do is find a green screen studio and... Nou, daar staan we dan op de set van de commercial. Enige nadeel van de controle uit de handen geven. Voor je weet sta je in een soort van clownspakkie voor een green screen. Maar goed, we gaan ervoor. Oké, jullie snappen het inmiddels. Ik ging dus aan de slag en filmde deze commercial precies zoals Kelly hem voor mij geschreven had. En nou ja, kijk maar. Ga met mij mee op een avontuur vol smaak met AirUp. Eén slokje en ik waan me in een tropisch paradijs waar ik de zoete smaak van ananas proef. Nu sta ik op een frisse berg en voel ik me verkwikt door de verfrissende muntgeur. En nu ben ik thuis en geniet ik van de rustgevende smaak van sinaasappel vanille. Met AirUp kun je smaken ontdekken zonder dat je suiker of calorieën toevoegt aan je water. Voeg simpelweg een pot toe, neem een slok en proef de smaakexplosie. Ben jij klaar voor een avontuurlijke smaakbeleving? Nou, als je nu geen AirUp fles wilt, dan weet ik het ook niet meer. Klik op de eerste link in de beschrijving om jouw eigen fles en pots te halen. Kelly heeft mij tot zover best wel... ik ben onder de indruk. Good morning, Kelly. How was your night's sleep? Kelvin, I'm a robot. I don't need sleep. Sleep is for Can you give me something I can do for my team to thank them for all their hard work? How about you rent some boats in Amsterdam and play a game? Like a battle between two teams. Een speurtocht. Jongens, ik ga toch geen speur... Daar staan we dan. Het is tijd voor... De speurtocht op het water. We gaan twee teams tegen elkaar. Carly en ik. Wij zijn team Wildcats. In the game. En jullie zijn... Team Panika. Oké, nou, let's go. We gingen lekker van start. Kelly had deze speurtocht battle helemaal voor ons uitgeschreven. Van de bruggenrace. Sluisbrug. Zevenbrug. Magere brug. Tot de yoga poses. Vind je het leuk? Ja, ik vind het echt leuk. I love a speurtocht. Tot zelfs een challenge met een straatmuzikant. Oh, Neeltje Jacoba, met je prachtige kont. Kelly had zelfs een prijs bedacht. The winner should get a prize, man. How about a custom-made victory sweater? En je snapt natuurlijk wel wie de winnaars waren. Hoe geweldig was dit teamuitje? Heel goed. Heel gaaf. Ik denk wel dat ik mezelf een goede baas kan noemen. Dit was zeker wel een 9 waard. Goed gedaan, Kelly. Door naar de laatste dag. Kelly en ik hadden inmiddels een week opzitten en in die week heb ik best wel wat dingen meegemaakt. Maar ik heb nog één dag te gaan en Kelly moet nog een heel belangrijke keuze voor me maken. Een keuze die ik voor altijd bij me zal dragen. Ik ga het doen. Ik ga Kelly vragen om een tatoeage voor mij te bedenken. En letterlijk dat ontwerp ga ik laten tatoeëren. How about a tattoo of a narwhal wearing a top hat and monocle riding a unicycle on a tightrope between two hot air balloons shaped like avocados while juggling tiny UFOs with its tusk? All under a rainbow made of bacon and donuts, with a chorus line of tap dancing octopuses in the background. You like that? Okay, die zag ik even niet aankomen. Maar afspraak is afspraak. En dus, wat Kelly mij heeft gegeven, heb ik in een andere AI gepropt waar een plaatje uit is gerold. Dat plaatje heb ik aan de tatoeëerder gegeven. Is dit de eerste AI-tattoo die je ooit hebt gezet? Ja. Nou, dus daar ben ik dan toch ook wel weer een beetje trots op. Maar wat is nou de conclusie na deze week? Kan een robot ervoor zorgen dat je niet meer hoeft na te denken? Ik heb deze hele week het idee gehad dat ik dingen deed die ik normaal gesproken niet zou doen. Dingen die een beetje random waren. De time travel treasure wacht op je. Maar ook dingen die juist heel leuk waren. Dankjewel, jongen. Alsjeblieft. Dus mijn conclusie... Morsen, wat vind jij ervan? Heel schoon.
AI kan je leven zeker een stukje spannender en avontuurlijker maken. AI tattoo. Het is niet helemaal Narwhal die aan het jongleren is op een eenwieler, maar het is wel een mooi plaatje. Maar ik zou wel blijven nadenken. Voor je het weet doe je allemaal dingen die eigenlijk niet echt bij je passen. Whatever, dude. You're just mad because I make better videos.